Welkom bij de Vierkante Paal aflevering 306 en we zijn een beetje de poelie van de podcasts aan het worden met onze niet-winst in de oorkondes afgelopen week, maar natuurlijk wel zaterdag de knalprestatie tegenstandaar en dat gaan we bespreken in duo vandaag met mezelf, Ben Jacobs en Duncan Bartelmees. Welkom! Goedavond, Duncan. Ben blij om terug te zien. Ja, en we gaan dat gewoon zeggen, zoals het is. Daarnet was onze opname mislukt en we doen dat gewoon nog eens. <laughs> en, en, daarom wij, en daarom winnen wij geen oorkondes, omdat wij een opname van 20 minuten gewoon in de vuilbak kunnen keeperen. Maar we doen dat zo graag, dus we gaan er gewoon keihard opnieuw voor. En nee, dank je, Duncan. Ik ben blij dat ik, dat ik er nog eens bij ben. Het is uh, super lang geleden. Um, het is heel druk geweest en volgende week, of niet volgende week, maar volgend jaar zijn de Olympische Spelen er ook nog eens bij. Dus het uh, wordt echt heel druk uh, bij EMG. Dat mag iedereen weten. Maar uh, veel maar dat, kijken, is de, dus... dat is in de zomer, hè, Ben. Dus... Ja, maar is er, er, de wordt de ook, bal, hè? er wordt in maart ook al met de fiets gereden. Hè. Dus, uh... ah, ja. Het wordt, uh, het wordt pittig, maar uh, je, we zullen het anders gewoon over de Landturf hebben. We. Who the fuck gives about EMG als we het uh, over de vierkante paal hebben? Zware? Ik niet, in elk geval. Uh. Voilà, absoluut. Uh, de oorkondes, daar hadden we het graag over gehad, maar. Onze derde gesprekspartner, Thomas, die hem heeft moeten afhaken, jammer genoeg. En die was daar. Uh, dus het zal wachten zijn tot hij er nog eens in zit. om alle uh, signante ja, verhalen uh, inderdaad te horen. Van, uh, van die avond en die nacht in Oostende. Dus ik stel voor je, dat wij gewoon de actualiteit erbij nemen. En dat was, of dat is nog altijd, de match tegen Standard. 6-0, tweede keer dit, uh, dit jaar. Worden jij er tegen Kortrijk ook bij? Ja. Ik heb al geen thuis gemist. Nou ja. Oh ja, geen goals gemist alleszins. Dus dat wel nee, voilà. mee. Uh, welke 6-0 vond jij het tofste? Kortrijk of standaard? Wow, standaard toch wel hè? Kortrijk, dan dat wisten ze dat het een heel zwakke ploeg was. Dat was ook in het begin van het seizoen, toen we nog geen diepje hadden, uh, hadden gehad, denk ik. Uh, nu doet dat toch wel goed zo die 9 goals in 2 matchen tegen top 6 ploegen. Uh, en vooral. Een wedstrijd na nou een zware Europese verplaatsing en net voor Interland Break met 6-0 winnen. Dat is maar dat, dat is bijzonder leuk. Ja. Uh, de, een van de mannen op het veld, dat was uh, een ex-Roesche, Baliquisha natuurlijk. Jansen ook met zijn twee goals. Uh, man van de match, wie was dat voor u? Baliquisha, Jansen of toch nog iemand anders? Ja, ik zou zeggen Jansen, omdat hij twee keer scoort. Maar Balikusha komt ook wel aardig in de buurt. Ik denk als hem die, uh, die doorsteekpas van Kerk op het einde scoort, ja. dat hem dan wel uh, meer kans maakt voor de man van de match. Al weet ik dan niet of hij deze zesde dan ook nog gaat maken. Ja. Maar uh, ik vond hem tegen Gink iets beter nog. Nog beter. Uh, maar ik, ja, ik had toch voor Jansen gaan. Oké, okay, okay, opvallend. Want voor, um, ja, voor mensen op Twitter die konden kiezen voor de man van de match, daar had ik het gevoel dat het wel meer balikwisha was. Uh, omdat ik hem ook wel iets aanweziger vond dan Jansen uh, in heel de wedstrijd. Maar de afweer... alleen vooral die eerste goal van Jansen, dat was, uh, dat was, echt, goed, dat was echt goed gedaan. Een echte spitsen goal. Uh, ja, maar ook gewoon vol vertrouwen. Echt zo aanpakken. Moeilijk in een draai, goed in het hoekje. Um, de afwerking in het algemeen zat echt goed uh, tegenstaan daar. Net als gewoon heel de ploeg. Ik denk dat iedereen... Ja, niet minder dan een 7 had of een zes, afhankelijk van hoe, dat je, hoe dat je scores wilt uitdelen, maar dat is altijd zo'n beetje, ja, daar is wat discussie over. Moet dat wel en, en hoe doen we dat dan? Maar, Lees de column van Hans van de Wegen. Ja, inderdaad, maar het was, ja, het kon iedereen echt gewoon op niveau en staan daar was uitzonderlijk zwak, collectief en ook individueel. En dan is de vraag altijd een beetje: hè, is het dan omdat wij zo goed waren of we staan daar zo slecht. Maar dat gebeurt op de bos al wel meer dat ploegen echt niet in uw spel komen. En dan denk ik gewoon dat je als club en als ploeg genoeg kwaliteiten hebt om, uh, ja, ja, om, om dat meer te kunnen doen. En dan is dat geen toeval meer. Het zou typisch Antwerpen zijn om te zeggen, ja, tegen zonder en tegenstander, daar kan ik het ook tegen. Uh, ja, dat is niet moeilijk. Uh, maar het gebeurt inderdaad net iets te vaak. Uh, tegen Standaard hebben we vorig seizoen ook uh, 4-1 en 4-0 gewonnen. Ja. Uh, Genk moet in principe met 4-5-1 van de mat spelen, vind ik. Ja. Uh, dus die is dus geen nee, toeval dat, meer? Dat, uh. dat is geen toeval. Het speelt wel mee dat Standaard zwak was. En die kon opbouwen en aanval niks klaar kreeg. Maar dat is ook onze verdienste natuurlijk. Ja. Uh. Dus een collectieve topprestatie met dan wel een paar uitblinkers en... Iemand die altijd over de tongen gaat, dat is Balikwisha. Of dat nu goed is of slecht, uh, dat maakt eigenlijk niet uit. Iedereen heeft er altijd wel een mening over. Hij was ook wel gewoon goed. De cijfers van de laatste twee wedstrijden die zijn er ook wel. Uh, drie goals, één assist. Tegen geen daar, waar je op voorhand toch van zegt. Dat is geen gemakkelijk tweeluik. Uh, maar daar, ja, daar drukt hem dan plots zijn stempel, ook defensief. Bewijst dan nog eens zijn waarde uh, door in die twee wedstrijden... Uh, aan ball recoveries te doen en uh, 100% geslaagde tackles te hebben op die twee wedstrijden. Dus dat is wel gewoon uh, in goede doen. En dan is altijd een beetje de vraag bij Balikwisha... Is dit nu Balikwisha in, in goede doen, in vorm? Wat, een, wat zijn potentieel is? Of ja, is, dit uit, is dit de uitzondering of kan dit ook de regel worden bij Balikwisha? Het is nu interlandbrek, hij is er weer twee weken tussenuit... Wat de jij, Duncan? Gaat hij op dit elan verder gaan na, uh, na, na afgelopen week? Of is het echt gewoon het, het enigma Balikusha en weten we het gewoon niet wat er gaat komen? Ik denk vooral het tweede. Ik, ik durf er echt geen geld op te zetten dat hij dit lijn gaat doortrekken tegen sint Binnen twee weken. Um, ik hoop het van harte, maar ja, dat is het probleem geweest afgelopen twee seizoenen en een half met Balikusha. We weten het gewoon weer niet. Wat het gaat worden. En als hij die lijn al seizoen had doorgetrokken. dan had hij dit seizoen al niet meer gespeeld, waarschijnlijk. Nee. Uh, dus ik hoop het van harte. maar ik durf het te betwijfelen. Ja, het is. Uh, dat Sorry, is, uh, dat is, ja We, we willen het natuurlijk. Hè, maar ja, het is. Uh... We weten het niet met de jongen, dat is, en dat is spijtig. Uh, nog een, uh, ja, een uitblinker was Jansen, daar hebben we het zeker over gehad. Is die nu op een of andere manier terug vertrokken voor ja, een golf 15 à 20 weer te maken dit seizoen? Of is het ook weer een beetje de uitzondering deze wedstrijd? Of denk jij dat ook wel? Nee, dat vind ik echt het negatiefste. Ja, nee, ik, zeg maar. Ik, ik, nee, nee. Het was niet slecht bedoeld ge, ge, Ja. Nee. In mijn ogen is hij nooit weg geweest. Ik was niet een van die mensen die daar: ja. nu moeten echt Georges en Jansen op de bank zitten omdat hij niet presteert. Ik vind dat hij altijd in zijn spel nuttig is geweest. Uh, misschien te veel werk deed. Wordt dat hem te weinig voor uh, in de 16 opdook. Uh, maar ik heb hier zo eerste helft nog eens herbekeken. En ah, wat werk dat hij doet, en Een spel dat hij verlicht en dat is toch. Je speelt dus eigenlijk met 12. Ja. Als je die soms bezig ziet. Ja, nee, zeker en vast. En het is ook niet dat zijn een uh, uh, ja, wat dan de sukkelaar is. Want de George uh, toch op vier, zijn laatste vier competitiewedstrijden, denk ik, vier keer gescoord. Nee, tegen uh, geen, drie. Tegen, drie plus ja, Lisa. Ja, ja, inderdaad. Um, dus dat is, ay, dat, is, dat is eigenlijk gewoon kijk Bovendien, jongen is 17 jaar. Um, ja, die, die wilden hebben we ook nog niet gehad hè, sinds dat we terug zijn in eerste. Je had je gehad, Ouzou uh, natuurlijk, dat eerste seizoen. Maar je hebt, uh, ja, je hebt nooit echt het gevoel gehad dat je twee volwaardige spitsen had die dat je zonder problemen kunt, kunt inwisselen. Um, ergens had ik wel spijt dat ze niet samen op het veld hebben gestaan. Al was het maar eens om te proberen, uh, nu maar... tegen een zwakke tegenstander. Maar je moet Jansen ook wel sparen. Dat vond ik een beetje jammer, maar ja. ik zou het wel gewoon niet willen zien, die twee. Ja, tegen Club Brugge hebben ze even samen gespeeld. Hè? Ja, dat is waar. Um, dat was niet slecht, maar ik denk niet dat dat veel gaat voorkomen. Dat gaat voorkomen nee. in geval van nood. En we gaan nooit mee starten, denk ik. Nee. Uh, want je hoort zo uh, nu en dan ook wel van Jansen is op tien proberen, omdat Ekelenkamp zo nooit echt er volledig doorkomt uh, als spelverdeler. Uh, dan Jans achter George, maar ik, ik zie wie van Bommel dat nooit doen. Nee, nee en ook omdat Ikkelenkamp die mens, die loopt wel wat af. En in dat opzicht zijn Jansen en Ikkelenkamp wat communicerende vaten. Die lopen zoveel dat er eigenlijk ruimte moet komen voor de flankspelers. of van te profiteren of van het spel naar zich toe te kunnen trekken. Um, dat ik niet denk dat je dat van Jansen moet verwachten: dat hij dat op tien nog eens naar het middenveld gaat doen ook. Um, gisteren ook, als je die een kamp in de gaten houdt, een team gaat altijd afrekenen op zijn doelpunten. Maar dat werk dat die mens verzet, waardoor dan nu Mouya en Balikwisha de laatste weken er een beetje konden doorkomen, ja, plots valt dat allemaal toch weer in elkaar. Al moeten we ook wel zeggen, drie weken geleden verloren we van Charleroi en dan ja, we het degradatiespook. Volgens sommigen al uh, achter de hoek uh, op de Bischoppen of Laan. Maar... Ja, De laatste twee weken tegen tegenstanders die of toch wel niet kunnen, die het willen, maar echt niet kunnen, en Genk die het ja, willen en kunnen, maar dan gewoon op een deur gaan houden, ja, dan zijn Jansen en Ekkelenkamp wel de mannen die ervoor zorgen dat in dit geval Moeja en Balikwisha kunnen profiteren. En ook Moeja, ik ben wel blij dat hij die, dat die, die goal maakt, dat hij voor een assist zorgt. Ik ben wel blij met die jongen, want het verdeelt wel de meningen. Uh, in, in, op de ja, topzijde. dat is geen jongen broer, dat we kampioen mee gaan worden, wou ik zeggen. <laughs> maar dat is uh, een keiharde leugen van mij. Um, nee, ja, ik vraag mij dat ook soms af: waar ligt deze een limiet of waar is deze een standaard? Ik, ik weet het niet. Ik denk nog altijd dat dat een hele goede is om mee te starten tegen, tegen de Charlois en de sint van deze wereld. Nog goed is om in te vallen tegen, de, tegen Genk, Klubbrugge. Maar te weinig om daarmee dag in, week in, week uit te starten en het verschil te maken. Maar, maar, je maar hebt ik op heb op dit moment. Kerk dacht ik van. Kerk dacht ik van dat is een betere speler dan Moeja. Omdat hij een soort van. Ja, wat doelgerichter is en wat, ge, wat, wat, wat beter cijfers had. Maar eigenlijk, Moeja op dit moment. oké, okay, hij mist ook wel zijn kansen. Maar in C, ja, presteert je wel naar behoren. Um, dus kunnen daar eigenlijk ja, ook weer weinig van zeggen. Doe zijn werk ja. en, uh, en pik dan nog eens zijn een goaltjes mee. Ja, die, die twee, hey, bij Nicusha en Moeja, zouden gebaat zijn bij een echte goede 10, denk ik. Binnen Stinks. Dan is we weer op de discussie: echt... gaan ja. een echte 10 weer dat werk verrichten? Dat die, dat die ploeg op dit moment wel nodig heeft van een Ekkelenkamp. Maar als je met twee, als je daar een Ekkelenkamp, dan kun je eens naast vermeer zetten of Keita in vermeer, dan heb je in hmm. principe toch mee dan nog eens in de spits. Werkkracht genoeg. Ja. Ey, ne, ne, ne Lai, een lui, een 10, ik denk niet dat dat nog bestaat in het voetbal. Een Rikelme van vroeger <laughs> of uh, ja. dat type, en een of wat was het? Was dat een tien? Of was dat meer een Box to box zou ik niet zeggen, want die had wel. Allee, dat was nu vroeger ook al geen de magere. Uh, dus je had wel een fantastisch centrum. En niet een fat doen. Hè? Nee, maar ik wil zeggen, dat was toch niet het, het lopen of het, of, het, of, het, of het fysiek wonder. Dat, dat verwachtte daar ook niet nee, van. Nee, maar nee. je kon wel. had een enorme goede linker. Uh, dus het zou mij, ik zou hem inderdaad wat, wat hoger op het veld in mijn herinnering ook zetten. Uh, maar dat bestaat inderdaad niet meer. Maar ja. Maar het is niet dat Ekkelenkamp ook niet kan voetballen. Hè, maar zo nee, maar Kamp is meer type Gerkes dan type Rafael of ja. de openingen zal zien van de pas. Hij zal in die openingen lopen, maar hij zal niet die pas geven in die openingen. Of ja. te weinig nog. Is dat trouwens toeval dat jij een truitje van Pieter Gerkes aan hebt en dat je die er dan ook nog eens bij sleurt? Um, dat is volledig toeval, ja. Maar ik heb, <laughs> okay. een, ik heb een zwak voor de poenie. Ja, um, wie niet? Hè? Ja, wie niet. Ja, van Azenboek, gedaan Mag ik <laughs> daar ook niet mee doen? Nee. Voor de duidelijkheid, mijn is Hanover en dat is Scott, uiteraard. Maar dat weten we. Ja. De, de, de podcast een dus. afgedenkte middenvelders. Ja dat, dat zijn, ja, dat zijn we een beetje aan het worden op die manier. Maar goed, uh, terug naar onze, onze wedstrijd. Alleen maar uitblinkers, ook Ekkelekamp, hoe dat om scoort. Nuttige wedstrijd gespeeld. Um, voor Balikwisha en Ile Ilenikena. Ik stapte naar huis van het stadion en ik dacht van... Hoe kan ik mijn, uh, mijn imago van op Twitter meenemen naar de podcast als voetbaltrol? Dus om iets goed tegen mensen schenen te stampen. Uh, en dan, heb je, dan dat had ik de stelling in mijn hoofd... De 6 miljoen van Ilenikena die is beter besteed dan de 5 miljoen van Balikwisha. Dus Duncan breekt ze af... Doe ermee wat je wilt met die stelling. Uh, wat denk je dan als ik dat, als ik dat voor je zeg? Is dat een stelling voor het presteren momenteel? Of een stelling met het oog op een transfer in de toekomst? Um, ja, voor mij gaat het allebei op, omdat ik Eleni Kena, ik had er mijn twijfels bij, maar ik denk wel, zeker van hem nu een paar keer live heb uh, bezig te hebben kunnen zien. Denk ik wel dat het, gewoon een, denk ik dat het een betere transfer is. Het is een andere, een andere speler, uiteraard, een andere positie. Maar ik denk wel dat hij meer impact gaat hebben dan Baliquisha in zijn voorbije. Hij is het ondertussen drie jaar. Is dit zijn derde of zijn vierde jaar? Uh, hij is nu goed bezig. Hè? Vier go uh, zeven goals en vier assists over alle competities voor Balikwisha. Dus dat is, dat is zijn beste seizoen aan het worden uh, voor ons sinds dat hij bij ons speelt. Maar ik denk van Eleni die gaat hier minder lang zijn, maar die gaat meer impact hebben. Zowel qua transfertoekomst als sportief. Ja, akkoord. Um, op zijn zeventiende deed Bellikwisje ook nog niet wat Eleni nu doet, natuurlijk. Nee, dat is waar. Um, dan zat hij nog uh, bij de reserve van standaard, denk ik. Um, dus nee, ik geef je wel gelijk. Uh, al oh, wil ik niks wegnemen, absoluut. Uh, we zijn vergevingsgezind. Nee, um, wat niks wegneemt van, van Balikoucha is, ja, is een kampioen. Dus heeft een, al een, zeker verdiensten bij ons. Uh, nee, maar ik geef u gelijk dat als we binnen tien jaar terugkijken op deze periode, dat uh, de cijfers van Eleni in de doverkoopwaarde een groter zullen zijn dan die van uh, Balicution. Ja, oké. Okay. Um, reageren mag altijd op Twitter. In de, in de YouTube. <laughs> in de YouTube comments. Ja. Uh, laat me van u horen. We, uh, we willen alle meningen krijgen. Uh, uiteraard gaan we dan eens kijken naar Twitter, want daar, daar broeit het van de meningen en de meningsverschillen. Gaan we eens even kijken naar dingen die, uh, die interessant kunnen zijn. Eens even kijken hier... Hulpallen Antwerp 1, dat is een bizarre naam, maar kijk op Twitter kan dat allemaal. Uh, het principe van overspelen, tien vervangingen en vier vars geven, twee minuten extra tijd in de, uh, de tweede helft. En die zei het had nog 8-0 kunnen worden als we, dat, um, als, we dat, als we nog een paar minuten extra hadden gehad. Ik vond in de eerste helft vijf te veel, twee misschien te weinig na de tweede helft, alhoewel voor mij moet dat ook niet meer zijn. Ehm. Um, Vond jij dat raar? Nou, ja, eigenlijk wel. Toen ik de match hier keer was, dan ook de laatste vijf minuten nog eens gezien, de kans van vermeren. en zo. En uh, Peter Morren en Geert Vrijen zeiden dat ook. Die vonden dat ook heel vreemd. En vooral omdat er, er is geen leiding in te trekken. Een andere keer, als het 3-0 is, dan zullen ze wel 6, 7 minuten laten overspelen. In principe, mijn de Stand doet dat er niet toe. Nee. Is... Want hey, het kan in, in een bepaald geval nog altijd op doelpunten, saldo of gemaakte goals aankomen. Mm -hmm. um, Scheidsrechters mogen daar geen rekening mee houden. Nee, dat is waar. Um, maar ja, moest ik, ik, moest ik standaard zijn, zou ik blij zijn dat het maar twee minuten waren. <laughs> Alsjeblieft. Oh, God, en die je zult maar eens uh, vermeren die een hamstring blessure oploopt in de 95 ste minuut dan. Ja. Ja, dus die, dus dat was wel grappig in onze WhatsApp-groep ook. Uh, op het moment dat we zeiden van hé, Vermeeren is terug opgeroepen, misschien moeten we toch wel eens verzorgen dat die jongen ook qua wedstrijden kan. Uh, dat hij wat moment rust krijgt. Uh, en net op dat moment lanceert Antwerp een Antwerpse op zijn campagne over. Uh, even nadenken over, het, over je lichaam en dat je dat moet verzorgen. Uh, ja, die jongen die krijgt echt geen. die krijgt echt geen moment rust. Hij gaat dat. Ja. Is het omdat je zo jong is dat je dat allemaal maar kan blijven pakken, of gaat dat op een dag toch eens een, een probleem worden? Goh, ik denk eerder het eerste. En dat is hetzelfde discussie zo'n beetje als wanneer wij zeggen: uh, nu moet Janssen uh, rust krijgen of, of moet hij Linde Kena spelen. Die technische staf hebben zoveel data van die gasten die dat dan erin helpt, die dat wij niet weten. En die kunnen misschien perfect zien dat daarbij. Uh, bij Vermeer geen enkel teken van vermoeidheid is of dat hij er helemaal geen aan heeft. Dus dat is volgens ons dikwijls van... Ai, wij beschouwen dat als alsof dat een voetbalmanager is van... Uh, zijn procentjes zijn wel lager en... Uh, ja. Een berichtje in de, de mailbox van zijn manager dat hem graag wat rust heeft en zo. Zo dus werkt dat niet, hè. Ah, niet. Nee. Ik dacht dat ik toch iets wist van de voetbal. Al mijn, al mijn kennis komt vandaar, dus... De slag gaat er even gigantisch aan diggelen. Uh, bedankt uh, daarvoor, Duncan. Uh, nee, we hopen natuurlijk dat hij ook minuten mag maken. Um, en dat hij zich kan, uh, kan tonen hè, als, uh, als international. Is um, even kijken. Jurgen die vraagt aan ons: hoeveel moet je voorstaan bij de rust om jonkies 45 minuten te kunnen geven? Van Bommel wisselde drie keer na 63 of 66 minuten. Deed dat daarna nog eens een kwartier of tien minuten voor tijd. Um, met nog twee wissels te doen, met Corbani en van den Bos. Had jij bij, sorry, bij de rust verwacht dat er sneller nieuwe jongens kwamen? Nee. Dat toch? doet voor mij niet. Allee. Voor jongens minuten geven van den bos. Had net 90 minuten gespeeld in uh, Porto. Ja. Corbani misschien nog wat ophouden na zijn blessure. Die zal nog wel veel minuten krijgen. Okay. En dan zijn we uitgeklapt, uitge denk ik, van Jonkies op de bank. Um, ik had misschien alleen gehoopt van Ijuke. Nee, Ijuke hebben we gezegd dat we hem gaan noemen. Ijuke <laughs> toch iets langer te zien, want die heeft mij wel weer kunnen bekoren. Mm -hmm. En heeft is ook goed ingevallen trouwens. Ja. vaak kritisch over, maar hij is goed ingevallen. Um, dus ik heb Ijoek misschien graag wat meer gezien, maar ik vind niet. Het is niet, dat dat je, was niet fout nee, of niet, niet sneller. Nee, genoeg. ik vind niet dat, dat, dat niet je genoeg, nee. dat, dat een ergernis mag zijn. Hmm, Oké. Okay. Um, over Ijoek. Uh, e nu de, de, de Vinnie, onze Vini, de Vincent Vier zegt wel. UK, als hem de namen afroept. Dus ja, maar Vincent Viers is niet altijd correct. Laat <laughs> hey, dat was eerlijk zijn. Wow, shots fired! Uh, mannen van DPG ondereen zeg? Komt die zo veren? Steekt zijn banden plat op dat. <laughs> <laughs> Z wat de Egyuk. De, de, ik zal dan hier deze lijn maar volgen. Ik vond ook, hij was goed ingevallen en hij had wel oog voor het collectief. Hè. In de baklijn was het dat je triple en overstapjes en kapper. Zo dat, dat je vriemel. Maar die met uh, de 5-0, denk ik dan, of nee, de 6-0 van Baliquisha, de, opening, de openingen die hij creëert, ja, dat getuigt wel, dat hij ook oog heeft voor zijn medespelers. en dat hij het ook nog kan uitvoeren. Uh, dus op dit moment, Balikwisha en Moeja, daar kun je moeilijker rond. Maar ja, op elke, op, ik zal u zeggen, die bekerwedstrijd tegen Chalorot die er snel aankomt. Stel dat hij tegen dan nog geen minuten heeft gemaakt, ja, dan moet hij misschien wel eens een keer gaan starten om, om ook iets te kunnen laten zien van bij de aftrap. Ja, absoluut. Of een van die twee Champions League-wedstrijden, als het er niet meer toe doet. Um, je al, moet nee, het, ik, ja. nee, ik begin voorstander van mijn B-ploeg, echt een B-ploeg. In check daarin. In Porto was het misschien een a ploeg maar ja. die heeft goed gespeeld. Maar ja. uh, ik vind wel dat hem. Ja, dat hem dat minuten mag, mag starten. En dan mag je zelf mijn partij zijn, in plaats van Ballycusha of Moeja. Maar misschien uh. het is het in Truiden na de Interlandbreek. Uh, even denken op verplaatsing. Dus dat wil zeggen, op dat kunstveld. Is er, kan dat een, een, een argument zijn? Ik weet niet of dat goed of slecht is voor zo'n voetballer. Ja. Met die korte bewegingen, met die, uh, Miss, ja. die explosiviteit. Um. Nu, ik, ha ik had het altijd wel lastiger um, in de tijd uh, als ik, als, als ik van achter stond. En ja, als bak, je komt altijd tegen, uh, tegen een verdit Ofwel links of rechts. Maar dat is altijd een rappe, technische, doelgerichte speler. Uh, en ik had dat wel liever op gewoon gras. Um, omdat je dan ook al eens een tackle kon doen. Liefst op de man en dan pas op de bal. Maar op een kunstveld wilde dat ook al vermijden. Maar, uh, maar ja, dat ja, moet je al gaan denken. Balikwisha en Moeja, wie is dan de minst technische? Ik zou dan eerder Moeja zijn. En dan kom je wel bij Eduk uit om, uh, ja, om eens te proberen. Om, uh, om eens te mogen starten. Uh, ik zeg nu wel Sint-Truide uit, maar dat, dat lijkt me ook wel uh, correct te zijn. Ik ben nu ondertussen wat op de site van Extra Time aan het, uh, het neuzen, of uh, van uh, Sporza liever. En uh, ah, ja, voilà, de 24e, vrijdagavond, ja, spelen wij vrijdagavond. Ja. op Sint-Truide. En Moeja is ook Albanië opgeroepen, je weet ook niet hoe komt hij terug. Hopelijk in één stuk. <laughs> ja, hoor, dat is... inderdaad. inderdaad. Dat, kan, dat kan meespelen als hij in alles, alles speelt. Uh, nog eens even kijken. Wat had ik hier nog opgeschreven? Lichtjes uh, voetbal trollend. Was de Antwerp dominant of waren ze gewoon efficiënt tegen standaard? Achteraf las ik dat standaard meer passen gaf en meer balbezit had. Ja, balbezit was wel 48-52, heb ik teruggevonden. Dus. Dat is relatief in evenwicht, maar ja, die 4% staat er wel natuurlijk. Achteraf gezien dacht ik ook wel, ja, eigenlijk waren ze gewoon efficiënt. Oké, okay, Vermeeren mist dan nog, Allee, of um, D pakt dan nog die, die kans van Vermeeren. Um, maar echt, echt aanvalsgolf na aanvalsgolf was het ook niet. Niet dat dat moest... Uh, maar in dat opzicht deed het mij zo wat denken aan de Eker in der tijd, de, de Germinaal Eker, dat bij ons dat is kwam spelen en 2-8 won. Die kwamen on de gewoon en dat stak allemaal binnen. Maar dat was misschien nog extremer, maar je was wel efficiënt. Je doelpunten waren 18 karaat afwerkingen, dus dat was, dat was keigoed. Maar een overrompeling was het niet, maar dat hoefde misschien... Nee, dat was uh, een half uur, hey, eerste half uur tegen Genk misschien meer een overrompeling uh, in mijn herinnering dan dit. Uh, maar we ons niet beginnen met uh, de prestatie uh, te minimaliseren. Nee, 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 nee zeker, zeker uh, niet. Nee. Nee, absoluut. Ik, ga even, ik was ondertussen nog wat aan het kijken op, uh, op Instagram en op uh, Twitter. Laat ons kijken naar, uh, naar Instagram. Even naar de tribunes. Uh, hulde voor de sfeeractie voor de wedstrijd. Dat was... Uh, dat was ik vond dat heel mooi. Um, ja, dat ja. raakte mij op een of andere manier. Dat was misschien iets te soft voor, voor wel een harde kern of wat dat ultras voor ogen hebben, maar ik vond dat wel... Ik vond dat echt heel tof. Die. Het is een sfeestje, hè? Dat moet dat, ja, maar nee, zo, zo is het toch eigenlijk. Dan moet niet, dat moet niet, pff, niet te agressief niet te, zijn uh, voor de luisteraar ja. voor haar uh, aanhalingstekens bij. Um, nee, ik vond dat heel heel plezant. Ik had een mannetje naast mij bij acht negen jaar eerste voetbalwedstrijd. Ik keek er enorm naar uit om eens naar de natuur te gaan kijken. En ik zeg al die grote staven voor de match Ik dacht. Oei, dat gaat hier toch niet met vuurwerk zijn. Ja, het, nou, het feit dat ze daar, niet zijn bang. maar ook andere niet-ultra's of zo, heb ik ze toch niet herkend, hadden, die, hadden dat vast. Dus dat waren mensen van. Nou, ik, zou, misschien, ik heb zelfs een paar mensen op leeftijd gezien die daarmee stonden in hun hand. Dus ik dacht van: ah, dit gaat iets anders worden. En ik was heel blij met, uh, met het resultaat. Maar inderdaad, voor zo'n jonge gast is dat ook kei tof om, uh, om op die manier eens het voetbal uh, te leren kennen. Dus uh, dat was keigoed. goed. En even kijken, hier wordt ons gevraagd van. Uh, een zekere V. Vinne. Dus dat kan een Vinnie zijn, of een Vincent, of een andere V. van voornaam. Uh, waar is de stand van de capo gebleven? Dat is mij volledig ontgaan. Dus ik ben Tegen... blij dat dat weg is. Uh, Tegen Gink was dat ook al weg. Ah ja, oké. Okay. Uh, dat is blijkbaar... Uh, schiet me niet dood, maar ik heb gehoord dat dat gevraagd is geweest. Ja, het is begonnen. De vergiftiging. Pas op wat je zegt, dat dat uh, gevaagd is geweest door de, uh, de nadekeren, om het weg te doen. Ah ja, voilà, oké. Okay. Ja. Dus bij deze. Dat, uh, dat is een goed initiatief, dat moeten we aanmoedigen. Uh, heeft Vinnie zijn killerinstinct teruggevonden? Laat ons zeggen dat dat nooit echt is... Enfin, het killerinstinct is misschien wel even weg geweest, uh, maar de mens is er altijd in blijven geloven. Uh, en wij ook. En dat was, uh, dus dat gaat zeker goed komen, op naar de 15 à 20 doelpunten. Uh, even kijken... Even respect voor onze sfeergroep, zegt Castellino. Uh, voor onze sfeergroep die na Porto direct terug aan de slag ging. Dus ik neem aan dat daar niet drie dagen over gingen, dat ze daar al even mee bezig waren. Maar uh, Dus hulde voor, uh, voor, alles, uh, voor alle sfeergroepen die daaraan hebben meegewerkt. Uh, en dan hebben we... Ah, uh, Castellino zegt ook nog... De Van Heusden, zijn handspel, hoe kan die daarover liegen? Nu, ik moet ook zeggen, mijn schoonouders, die supporteren voor staan daar... En die, een van de twee zei ook, ja, de bal kwam wel eerst tegen zijn lichaam en dan tegen zijn arm. Maar zo heb ik ja, dat nee. toch niet gezien. Zo. Hij schampt misschien wat af tegen zijn borst. Maar zijn arm is echt wel in een hoek van 90 graden, meer zelfs, van zijn lichaam weg. Dat is assur om tegen te krijgen. Maar ja, dat is. En altijd, we hebben ook al zo'n uh, penalty tegen tegengekregen. Nee, alleen. Het lijkt mij. Zo klaar als een klontje. Hmm. Uh, zeker en vast. Dan gaan we even, ja, die wedstrijd die 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 leggen we even neer. Uh, we waren content. We zijn hier ook met twee. We gaan de mensen ook niet te lang aan beteren uh, van naar ons te luisteren, natuurlijk. Maar we pikken er wel nog een paar dingen uit. Het is interlandbreek. Dus dat betekent dat er een paar gasten weer uh, op trots zijn. Onder andere Sena Lammens van den Bos. met zijn mee met de U21. vermeren uiteraard, met de, uh, de A-ploeg van de Rode Duivels. Zino Van Heusden, die haakt geblesseerd af voor uh, de Rode Duivels. Krijgen we de opmerking, moet dat niet gewoon van de Bos van de U21, meeschuiven naar, uh, naar de Rode Duivels? Zou dat al kunnen, of is dat te vroeg? Nee, dat lijkt mij te vroeg. Um, als hij een basisplaats bij ons zou hebben, naast al de wereld, en, en week in, week uit, de prestaties van tegen Porto leveren, dat zou ik misschien ja beginnen zeggen maar dit is te nee, anders kijk je de basisscenario's misschien anders voilà want als dit dan gebeurt bij een speler van Anderlecht of Club dan is het weer te klein hier en dan is iedereen van uh, ja een een mauve een mau bont en dat soort dingen. Nee, ja, is ik vind niet, niet het dat is niet want het is blauw zwart en een bont. Een blauw zwart een bont. <laughs> um, nee, ik vind dat... nee, Voor vermeer, is het nu het juiste moment dat erbij is, terecht? Misschien zelfs al vroeg, Of van een bos kunnen we nu nog niet meenemen. Nee, dat lijkt ja. mij ook uh, net iets... Wat, weg, hij, wat hij niet wegneemt, dat ik van heusde ook niet echt geweldig vind. Hè? Maar ik vind niet dat Zinho of Zeno mag zijn. Oké, okay, dat hebben we een paar keer gekregen, die, die woordspelingen. Uh. Wie kies jullie, Zinho of Zeno? En... Uh. Ik denk dat uh, de zenuw van Den Bosch, vind dat echt straf. Zo'n jonge kerel in de schaduw van Vermeeren, ja, die pikt het ook wel gewoon op, hè, het niveau. Dus om ja, hij stelt zeggen... het nooit Nee, nee, en inderdaad, vorig jaar, zo tegen... herinnert u dan zo, ikke dan toch, zo die fase tegen Boniface, dat hij daar ook even van ja. wegdraaide, maar oké, okay, Boniface is nu ook een topspits in Duitsland aan het worden, West Ham zit daar al achter, dus een schande is dat niet geweest. Um, maar die pikt wel gewoon het niveau op van, uh, van de rest van de ploeg. En van die jonge gasten, de Corbanie, uh, dat komt in de ploeg, dat valt aan, dat verdedigt goed. Dat is, ik vind dat echt straf dat die, uh, dat die lichting dat die daar toch maar ineens staat. En dat die meedoet met een ploeg die Champions League uh, speelt. Hmm. Dus uh, knap leuk. Van, van Steven Smit en de zijnen. Uh, dus dat wordt wat. Even kijken wat hadden we hier nog uh, gekregen. Wat vinden jullie van het feit, vraagt Warte de Vos aan ons. Van onze populairste en meest bepalende spelers met nummer 23 en 48 spelen. Voor de niet-kenners Alderwereld en Vermeren, want je wacht al aan het denken. Uh, ja. denken. Uh, ik zou het gewoon voor de looks veel mooier vinden, moesten ze met 4 en 6 spelen. En ik zou ook eerder zo'n shirt kopen. Uh, ik denk 23 oh. bij Alderwereld. Misschien dat hij daar altijd wel wat mee gespeeld heeft. Dat kan ik nu zo niet direct zeggen. Um... Maar wacht eens even denken. Misschien ja, Michael, Michael Jordan of zo, dat dat wel iets is dat, uh, waar dat hij mee speelt. Tja. Of... En dan vermeren, ja, 48, dat, dat weet ik zelfs niet waarom dat dat. Uh... Waarom dat dat zijn, zijn de nummer is geworden. Ja, want dan krijg je dus van die scenario's, zoals dat twee seizoenen geleden, 6 en 4 Vier moest afgeven aan uh, Nangolan. Dat ook niet echt leuk is. Um, ik weet, in Nederland is er een ploeg, eerste of tweede klasse, die dat doet. 1 tot elf, gedaan. Sparta, Sparta-Rotterdam, denk ik. Sparta-Rotterdam, ja. Dat dat, ja. dat doet. Um, mij stoort dat niet, nee. Um, toen zei oh, okay. dat ze zo met, die, uh, met van die 88's beginnen, waarbij dat je dan dubbele bodems kunt beginnen zoeken. Uh, dat hoeft niet voor mij. Mijn hey, mignolet. <laughs> is de Simon. Uh, um, nee, nee. Nee, dat ik, is ik, absoluut niet het Ik aan. Nee. 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 Het is een ander ding okay. om aan te storen. Ja, absoluut. Nu, ik denk voor de mensen die luisteren, dat mijn klank ook veranderd is. Want ik heb hier net tegen mijn microfoon gestompt. Dus het zou kunnen dat het nu misschien iets minder zuiver is dan daarvoor, waarvoor mijn excuses. Uh, ik zit hier ook maar in een geïmproviseerde kelder. Om, uh, om eventjes, uh, ja, dat gaat mijn podcastruimte worden. Maar alles op zijn tijd. En ik zorg ervoor dat het uh, volgende keer iets beter in orde is. Bovendien denk ik dat we er zo goed als door zijn uh, door onze vragen die we gekregen hebben. Het was niet zo superveel, maar dat hoeft ook niet. Iedereen was content en is uh, blij dat we de Interlandbreek ingaan. Misschien nog één dingetje over transfers. Um, er wordt gefluisterd dat er twee inkomende transfers zeker zijn. Wie dat zijn, we weten het niet. Of enfin, wij toch niet. Of spreek ik voor mezelf, ik weet het niet. Um, dat zou wel eens net goed kunnen zijn dat je, dat, je, dat je kern wat gestoffeerder is en net iets breder, dat je wat meer opties hebt. Zijn er spelers, denken, om het over een andere boeg te gooien die we zouden kunnen missen, die we nu moeten vermarkten? Nu het net even wat beter gaat, denk je daar al aan? Oh, een Bute is misschien oh. het moment of een Bali net? Bute, ja, die kippersmarkt is, is een geval apart. Hè. Dat, is, dat denk van het seizoen. Dat, van, dat is niet evident. Um, Bali als daar echt een goed bot voor komt, en dan heb ik het over misschien 10 plus miljoen, denk ik niet dat ze daar nee op, tegen gaan zeggen. Ehm. Um, voor de rest uitgaand. Misschien dat Vines, uh, de teleurstelling van de Champions League, nog niet te boven is. En die is ook einde contact, als ik mij niet vergis. Geen idee. Um, in 2024. En die is nu, denk ik, uh, stilaan aan derde keuze op linksbak. Ja. Hm, nou. Dus um, die zie ik misschien nog wel vertrekken, ja. Ja, dat is uh, dat, uh, ja, ik, ik, weet het, ik ben het hier aan het opzoeken of dat een effectief uh, einde contract is. Maar dat gaat hier waarschijnlijk nog even duren. Eerste hem zijn, Sam Vines, 24 jaar, makelaarskantoor Octagon. En einde contract 3000, 3000 ja, 2004. Ja, die man, een contract voor het leven. 2024, dus inderdaad, die kan. Uh, Zomaar de deur uit Maar de club heeft wel een optie voor één jaar nog. Dus dat kan, dat kan wel spelen. Um, tenzij dat hij echt heel, heel boos is. Um, ah, Michael Frey. Die gaat zeker vertrekken. Want die is ook einde contract. Uh, die traint gelijk een zot in, uh, in de gym. Dus die gaat volgens mij in januari wel uh, vertrekken. Toch wel zonder dat uh, we die gratis zien vertrekken. Nee. Um, als het in de winter is, niet hè? Dan krijg je er nog iets voor. Veel zal het niet zijn. Ja. Als je er nog 2 miljoen voor krijgt, dan denk ik dat je break-even hebt gedraaid. Hè. Dus, uh, ja. Dat zou uh, maar niet goed zijn. Dus dat is op te volgen. Uh, welke spelers er nog eventueel gaan bijkomen. En dan nog een allerlaatste voor af te ronden. Um, onze... Oké, okay, goed, dan gaan we daar een bied naartoe. Maar onze Udo met de U23, die vlamt ze binnen langs alle kanten vanuit alle hoeken. Kan dat een optie zijn als derde spits in het. Um... In de kern. Um, de Hans volgt die wat meer. En die zegt dat hij meer de toekomst heeft als een flankspeler. Hmm. Um, maar ik heb die jongen die zich nog nooit zien spelen. Dus ik gevaarlijk mij iets ben, maar ik kan daar echt geen zinnig antwoord op okay. geven. Ik zou die wel eens graag zien invallen. Op basis graag, graag van de ja. vulletjes, uh, van, van zijn goals... Dat is, die heeft wel, dat is wat... Nu moet ik heel goed opletten wat ik zeg, maar Gift uh, Orban die heeft ook zo'n onbevangenheid als ze hem afwerkt. Uh, en dat lijkt allemaal vanzelf te gaan zonder nadenken. En op de, de weinige filmpjes dat ik ervan heb gezien, van zijn doelpunten, heb ik dat gevoel ook wel. Komt dan de goal en ja, trappen. Hè. En dan vliegt dat ook nog eens binnen in die filmpjes. Maar ja, zo kun je van, uh, van de Bob de Jong ook een YouTube-filmpje vinden volgens mij, met al zijn wereldcoals. Uh, dus, uh, in zwart-wit dan nog. <laughs> dat de pelicule nog uh, rammelt maar uh, ja, dus op dat vlak denk ik dan van ja, die niet twijfelt, waarom niet, pakt hem erbij uh, maar misschien in de loop van, uh, van volgend jaar of uh, naar volgend seizoen toe, als ze hem een uh, volledige voorbereiding met de a heeft kunnen meedoen of mogen meedoen dat, uh, dat zou mooi zijn. Duncan, jij had ook nog iets? Ja, nee Eén, um, de herbruikbare bekers moeten daar nog iets over zeggen, net de communicatie geweest van de club dat ik heb de die gemist, uh... dus uh, ja, zeg maar. Nee, na nou, de Winterstop wordt het, uh, het proefproject van Tribune 3 op uh, het, uh, heel de, het stadion, de, ja. de ingevoerd. Lijkt nou. me handig. Oké. Okay. En dan wil ik ook nog even een shout-out doen naar twee nieuwe luisteraars die niks bij voetbal hebben: Jens en Birgit. Welkom. Oké. Okay. Bedankt om te luisteren. Ja, tot op het einde, totdat de klank slecht werd. Dus uh, het was voor mij even geleden, maar uh, dan, dan hoort dat erbij. En daarom winnen wij geen oorkonde. Omdat wij een opname van 20 minuten onbruikbaar hebben. En omdat mijn microfoon een slechte fiche heeft en een slecht contact maakt. Ja, in totaal zitten we nu al twee uur klaar voor deze podcast. <laughs> we eindigen met veertig minuten opname. Oh wel, het is tijd om af te ronden dan. Dank en merci om erbij te zijn, beste luisteraar. Nee. Uh, Blijf zeker hangen bij de vierkante paal, want er komt nog van alles aan de komende weken. We vallen niet stil. Dus uh, blijf ons volgen. Blijf ons uh, volgen, letterlijk uh, en figuurlijk. Zowel op als abonnee, of als volger op Twitter of op Facebook of noem maar op. We kunnen alle likes uh, gebruiken. En, uh, ja. en hou onze kanalen in de gaten voor de komende afleveringen. Duncan, fijne nacht en uh, luisteraar. Tot de volgende. Ben. Salut. Bye. Bye.